Nune begint langzaam in de band te raken van hun roze Steven Kruiswijk. De wielrenner staat bovenaan in het klassement van de Ronde van Italië, de Giro. En het dorp durft langzaamaan te hopen op de eindoverwinning voor hun dorpsgenoot. Zo hangt er een spandoek over de aardappeleters in het park. En is er bij de plaatselijke wielerwinkel her en der ook al wat roze te spotten. Ja, bij wielerfanaten was het eigenlijk al van start, het fanatisme. Maar ook de gemiddelde Nunenaar begint vanwege alle berichtgevingen in de gaten te krijgen dat hier een dorpsgenoot, zo zien we hem toch wel, bezig is met geschiedschrijving op het gebied van de wielersport. En Chef is niet alleen de eigenaar van de wielerwinkel in Nuenen. Hij was ook de eerste jeugdtrainer vanaf de eerste wielertrapjes van Steven Kruiswijk bij vereniging Trap met Lust Dommelstreek. Dat is alweer een tijdje geleden. Maar toen hij net 15 was, dus het is nu 14 jaar geleden, stond er een relatief bleu mannetje aan de deur met de vraag of hij een keer mee mocht trainen bij de vereniging waar ik jeugdtrainer was. Bij de eerste ontmoeting was het eigenlijk al wel duidelijk, dit kan wel eens een hele grote wielrenner worden. Ja, de eerste herinnering, dat heb ik echt nog duidelijk op mijn netvlies staan. Zijn eerste de beste training met leeftijdsgenoten die al heel lang fietsten. En hij kwam uit het voetballen, wel een goede conditie, maar geen fietsconditie. En we hadden een training waarbij in juni heel hard getraind wordt. En ik had hem achter mij neergezet. Ik heb een wat bredere rug dan Steven. Ik denk, dan heeft hij niet zoveel last van de wind en kan hij het misschien een tijdje volhouden. Maar de hele training reed hij achter me. Ik keek regelmatig om. Het gezicht wat ik zag werd steeds groter en roder. Maar hij gaf niet af. En werkelijk waar, toen dacht ik al van, dit jongetje heeft echt een enorme dosis doorzettingsvermogen. En dat terwijl Kruiswijk zelf, na de eerste etappe van de Giro dit jaar in Apeldoorn, nog redelijk bescheiden was over zijn winkansen in Italië. Wat ik net hoorde, dat ik tussen die klassementsrenners gewoon een goede tijd rijd, dan geeft dat voor mij wel, is voor mij wel een teken dat het goed zit met de conditie. En ik heb er wel vertrouwen in. Tussen Nibali en Valverde, als dat in Turijn ook zo is, dan teken jij de woord hoor. dan zou ik zeker tekenen. Dinsdag begon de laatste week van de Giro. Nog 6 etappes scheiden hem van winst in een grote ronde. De voorsprong op zijn concurrenten is al mega groot, al meer dan 2 minuten. Met elke dag roze om Kruiswijkse schouders zal ook Nuenen rozer en rozer worden. Er is maar één die op dit moment aanspraak maakt op de overwinning en dat is Steven.